Welke belangrijke veranderingen zijn er voor de derogatie van 2024? Ontdek het in deze video, waar ik je meer vertel over de ins en outs van de derogatie voor het komende jaar. Vanaf 25 januari tot en met 29 februari opent de deur weer voor agrarische ondernemers met meer dan 80% grasland om opnieuw derogatie aan te vragen. Maar let op. De verplichte bufferstrook telt niet mee voor de 80% graslandeis. Ook langs bouwland telt de verplichte bufferstrook niet mee. Stel, je houdt vrijwillig een bredere bufferstrook aan dan minimaal verplicht die je inzet als niet-productieve grond, of waar je de ecoactiviteit bufferstrook langs grasland of bouwland op hebt. Ook dan telt deze oppervlakte niet mee voor de mestplaatsingsruimte en daarmee ook niet voor de 80% graslandeis. De toekomst van de derogatie 2024 en 2025 is volop in beweging. En vanaf 2026 verdwijnt de derogatie zelfs volledig. Voor agrarische ondernemers met derogatie in 2024 geldt de stikstofgebruiksnorm uit dierlijke mest van 230 kilo stikstof per hectare. Maar dat is niet alles. Er is een forse uitbreiding van NV-gebieden. De stikstofgebruiksnorm in deze gebieden ligt dit jaar op 210 kilo stikstof uit dierlijke mest. Welke percelen als NV-gebied zijn aangewezen, is in de percelenapplicatie van RVO te vinden in de kaartlaag NV-gebied. Let op, er zijn uitzonderingen. Ook percelen in Natura 2000 gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden of in derogatievrije zones rond stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden krijgen te maken met afwijkende normen. Het areaal telt nog wel mee voor de 80% graslandeis. Vorig jaar werd als steun voor veehouders de subsidie behoud grasland bij afbouw derogatie geïntroduceerd, als een tegemoetkoming voor de stijgende kosten. Goed nieuws voor 2024. Deze subsidie wordt opnieuw beschikbaar gesteld, hoewel de exacte datum nog niet bekend is. Let op, zelfs als je vorig jaar al een aanvraag hebt ingediend, moet je deze subsidie opnieuw aanvragen in 2024. Dus blijf op de hoogte van deze ontwikkeling. Wij ontzorgen jou graag door de derogatie en subsidie behoud blijvend grasland aan te vragen. Heb je vragen over derogatie? Neem dan contact met ons op of bekijk de nuttige informatie op een van de links hieronder.